Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 6 januari en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik heb er wat nieuwe make-up getest. Onder andere nu weer een lipstick van Friends. Dit is volgens mij... Ik ga even voor je kijken. Dit is de Monica variant. Welke had ik dan? Van de week had ik Rachel dan. Ik heb gezegd in mijn vorige vlog dat ik Monica op had, maar dat was Rachel. En een nieuwe oogschaduwpaletten, maar daar ga ik twee looks mee maken, dus die moet ik vrijdag nog even verder testen. Vandaag op de planning de woonkamer. Ga ik ook eventjes daarna nog binnen journalen. Ik wil eventjes de kleden wassen die ik altijd op de bank heb liggen. Ik wil eigenlijk proberen dit jaar te kijken voor bankhoezen, want ik heb gezien dat er bankhoezen zijn en dan hoef ik niet meer met kleden op de bank. Dat zou ik wel heel fijn vinden, gewoon ook ter bescherming voor de katten. Maar goed, daar moet ik eventjes naar gaan kijken, want volgens mij heb je er dan twee nodig. Dus dat is even iets waar ik me mee ga oriënteren dit jaar. Gisteravond heb ik naar Married at First Sight gekeken. Was wel heel leuk, moet ik zeggen. Maar ik moet wel eventjes, ik vind altijd die beginfases, dat trouwen en zo, daar heb ik dan weer niet zo heel veel mee. Weet je, zodra ze dan, als ze dan op huwelijksreis gaan, verder vaak dat samenwonen, vind ik dan altijd heel leuk. In beginfases, voordat het allemaal zover een beetje opstart is, dus het duurt altijd zo lang. Maar ik heb er wel van genoten. Ik heb de vlog afgekregen. Ik heb mijn foto's bewerkt. Dus dat was allemaal super fijn. Ik heb ook weer naar Overwater gekeken en naar Rex. Dus dat was verder ook mijn avond niet heel bijzonder of zo. Ik ga zometeen wel het wasrek weer naar beneden halen. Want ik heb gisteravond de was opgehangen die ik had gedraaid. En ik had gewoon te veel. Ik had heel veel ondergoed. Het past er allemaal niet eens op. Het ligt er nu los bovenop. Ja, en dat gaat niet droog worden. Ik wil eigenlijk met de zomer gaan kijken voor een verrijbaar wasrek. In ieder geval iets compactere. Zodat hij eventueel ook een keer naar het balkon kan. En dat je hem eventueel kan wegrijden als je bezoek krijgt. Maar ik wil me daar even in oriënteren, want ik weet dat Action zulke wasrekken ook heeft. Maar mijn moeder zei van ja, ik zou wel even heel goed kijken, want die zijn vaak niet van hele sterke kwaliteit. Dus dat is wel even iets waar ik naar wil kijken. En anders met de tijd misschien eens een keer bij een blokker of een marskramer kijken van goh, wat bieden hun aan? Wat zijn de prijzen? Dus dat, kijk, een droger zou natuurlijk top zijn als je die hebt, maar die kan ik in dit huis niet kwijt. Ja, op zolder zou het kunnen, maar ik vind het wel doodeng om met een volle wasmand naar zolder te lopen met was. Want als je van dat trappetje afkukelt en je breekt wat of weet ik veel, je bent wel alleen. En om nou in je eentje met iets wat je gebroken hebt in huis om te scharrelen en je hebt geen hulp, dat lijkt me best wel onhandig. Want ja, kijk, als je dan nog met iemand samenwoont, dan kan diegene je altijd nog ergens bij helpen. Maar als je alleen bent, wordt het natuurlijk vrij lastig. En we willen dat natuurlijk gewoon vermijden, dat je iets breekt. Dus dat vind ik altijd wel een beetje eng. Dus nou ja, goed. Dat zijn allemaal wel een beetje dingen waar ik naar wil gaan kijken dit jaar. Maar goed, dat is nu allemaal toch nog niet aan de orde. Ten eerste, we zitten nog in een lockdown. Die er ook nog niet heel positief uitziet als ik de nieuwsberichten gisteren hoorde. Dus het is allemaal afwachten. Ik heb wel weer... twee nieuwe abonnees erbij gekregen, wat ik heel erg leuk vond. Welkom op mijn kanaal. Super leuk dat je geabonneerd bent. Ik zit nu al op de 346, dus dat gaat toch wel best wel netjes voor het nieuwe jaar. Super leuk. Ik ga nu erbij zitten met schoonmaken. Ik ga even de kleding in de wasmachine gooien en dan even sop maken. Ik ga even de kerstkaarten eraf halen. Die ga ik mooi netjes in een doos boven doen. Ik bewaar altijd wel de kerstkaarten. Doen jullie dat ook? Als je kerstkaarten krijgt, dat je ze bewaart. Ja, ik doe dat altijd wel. Ik vind dat altijd heel erg leuk. Dus ik doe ze gewoon in de kerstdoos netjes. Maar die gaan we nu even af. En dan, tijd om eens eventjes wat te gaan doen. Ik heb trouwens het blauwe rokje aan van de Lidl vandaag. En die vind ik ook wel heel erg leuk. Deze heeft me €3,50 gekost. Ik moet zeggen, voor de lage prijs, ik vind het wel echt hele leuke rokjes. Ik weet niet of het heel lekker overkomt. Kijk, die stofzuiger staat er nu natuurlijk voor. Wacht, ik ga het eventjes in de slaapkamer doen, want dit is drama. En het licht hier is niet lekker. Ik heb allemaal van die vieze losse haren. Hier gaat hij iets beter zijn. Kijk, ik heb deze aan. Het lijkt wel zwart, maar hij is echt blauw. Dat is dan een beetje een ribstof, dus ik vond het wel leuk. Goed, ik ga nu water pakken. En dan... ga ik aan de schoonmaak.
Zo, echt een hele hoop gedaan. De hele woonkamer is schoon. Ik heb helemaal onder de banken stof gezogen. Had ik gisteren al een beetje gedaan en vandaag nog weer. Helemaal eronder gedweld. Ik heb nu de lopertjes van de Action erop. Wat ik wel jammer vind is dat je hier zo'n vouw ziet. Maar ik denk als ik hem heb gewassen en ik zou hem gaan strijken, dat het er wel uit is. Die heb ik hier dan ook erop liggen. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk allemaal helemaal goed. Ik ga even kijken. Hier zo, de katten hebben net gegeten. Ik heb alweer een nieuwe was verzameld die ik nog niet ga draaien. Die heb ik alvast in de machine gestopt. Die ga ik vrijdag of zo draaien. Met de bonte handdoeken. Ja, de schoonmaakmoeder wil nog niet echt weg, zeg maar. Ik heb mijn wasrek te weer staan. Dus wat dat betreft best wel druk geweest. Nog even lekker gebullet journaled. Eigenlijk was alles wel positief. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en dan ga ik lekker straks frietjes eten. Ja, het punt. Er is vanavond een beetje te veel op televisie. Je hebt allereerst de K van Carlijn. Dat is een nieuwe serie op Net 5. Dat gaat over een vrouw die borstkanker krijgt, wat me heel interessant lijkt. Het is gewoon gespeeld overigens. Dat heb ik al opgenomen. Je hebt de slechtste chauffeur van Nederland. Vind ik ook altijd hartstikke leuk. Alles komt ook op dezelfde tijd natuurlijk. Heb ik ook opgenomen. Zou ik eventueel via Videoland kunnen kijken. Want dan heb ik natuurlijk geen reclame. Je hebt daarnaast gewoon Steenrijkstraat Arm. En je hebt ook nog Hart in Actie. Vind ik ook altijd wel mooi. Dus je hebt eigenlijk weer heel veel op televisie. Maar mijn band komt zo wel weer vol te staan met opnames. Want ja, je hebt momenteel gewoon even heel veel. Gisteravond had je ook allerlei programma's die ik mooi vond. Dus ja, dat is wel fijn dat je kan opnemen. Ik ga kijken, denk ik, naar... Ik ga sowieso Steenrijkse het arm kijken. Hart in Actie misschien. Even kijken. Het ligt eraan of het echt heel erg zielig is. Als het echt te veel met huilen is, dan weet ik niet of ik ga kijken. Ik ga sowieso Over Water kijken en Rex. Ik ga de vlog alvast klaarzetten dat die morgen online komt. Ik moet nog een thumbnail maken en ik moet mijn artikel schrijven. Dus dat is het ook wel. Maar ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen dan even lekker relaxen. En dan zou ik bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 januari. Ik moet een beetje haasten, want... Ik heb me een beetje verslapen. Slapen, ja, eigenlijk wel. Klinkt heel raar, maar zo is het. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Steenrijkstraat Arm. En ik heb gekeken naar Hart in Actie. Heel mooi allebei. Daarna heb ik gekeken naar Overwater en naar Rex. Ik heb een vlog is ingepland. Die staat inmiddels online. En ik heb ook mijn foto's af. Nou ja, ik ben me dus nog even aan het klaarmaken. Want ja, als je een beetje verslaapt. Ik heb zelfs nog niet kunnen sporten. Dus dat moet ik straks nog even doen. Maar het is allemaal een beetje hectisch. Ik heb ook echt heel rot geslapen. Je ziet het nu niet. Maar ik heb de wallen onder mijn ogen hangen. Want ik had weer nachtmerries tot en met. Dus nu eventjes heel snel mijn eigen klaarmaken. Dan heb ik in ieder geval wel de vlog geopend. Ik ga straks boodschappen doen. Verder zal er vandaag weinig om te vloggen zijn. Want ja, als ik terug ben. Ja, misschien zet ik jullie nog even bij met sporten dan. Het zou nog wel even kunnen. Maar dat moet straks nog even gebeuren. Dus ja, ik ga me nu maar eventjes snel verder klaarmaken. En dan zie ik jullie als ik weer thuis ben. Was even een korte vlogopening. Maar dan heb ik in ieder geval dat wel gedaan. Dus ik zal bij deze zeggen, tot straks. Ik ben weer terug thuis. Opgemaakt wel. Ik ga nu even sporten. Dan ga ik jullie dan even bijzitten. Dus laten we dat maar even gaan doen. Doe ik nu even in mijn kleren. Doe wel even mijn jasje uit. En dan gaan we dat eerst maar even doen. Dan heb ik dat weer gehad. Thank you.
Was een beetje raar. Ik moest mijn medicijnen ophalen, maar die zitten altijd in zo'n automaat, zeg maar. Krijg je een code, kun je medicijnen ophalen. Maar dat apparaat was buiten werking. Dus ik moest even naar binnen en ik had mijn boodschappentas bij me. Die hele apotheek rook naar die uitjes, want die uitjes ruiken heel sterk. Maar ja, ik ga me gewoon niet meer wagen aan zelf uitsnijden, omdat ik gewoon weet dat het me niet gegeven is. Dus dan moet ik gewoon ook zeggen van nou, niet doen. Op zich was het nog niet zo heel erg druk in de supermarkt. Het was wel lekker. Dus nou, wil je lekker alles binnen. Ik ga nu nog even lekker relaxen, want ik ben een beetje moe. Vanavond, jij hebt iets, de casting van de tv-kantine. Ik weet niet of het echt leuk is. Als het niet mijn ding is, ga ik gewoon even wat dingen terugkijken. Je hebt ook meester Frank Visser, hoe is het nu met? Dat vind ik altijd wel heel leuk. Ik zie dat één lampje niet aan is. Verder heb ik over water en ga ik kijken naar Zonnestad en moet ik de foto's bewerken. Dus op zich wel een lekker avondje voor de boeg. Maar nu even een beetje uitrusten, want ik ben altijd best wel een beetje moe naar dit soort dingen. Mijn nagels zien er op zich nog best wel goed uit voor iemand die gesjouwd heeft. Hier en daar wat beschadigingen, maar dat geeft niet. Van het weekend gaat het toch weer af. Dan ga ik van het weekend even de krap aanmaken, dus ja, eigenlijk allemaal wel positief. Ik zou bij deze dan ook gewoon zeggen, ik zie jullie morgen weer. Vandaag een beetje een rommelige vlogdag, omdat ik gewoon eventjes, het ging allemaal even niet zo soepel als het moest. Maar goed, morgen proberen we het weer goed op te pakken. En dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 8 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik ga vandaag lekker de slaapkamer schoonmaken. Ik heb er op zich wel zin in, want ik ben zo blij dat ik mijn bed kan verschonen, want het is zo erg weer met de nachtmerries vandaag ook. Twee achter elkaar. Ja, je gaat er zo van zweten. Ja, ik slaap natuurlijk alleen maar in mijn bed, maar ik merk ook heel vaak dat ondanks dat ik met mijn haren vast slaap, dan gewoon losse haren in mijn bed vind. Ik had van de week een keer dat ik de hele tijd het gevoel had alsof er een haar om mijn teen gewikkeld zat, maar er zat niks, maar dat gevoel bleef. Het was zo apart. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken, GTST, daarna, ja dat was iets van de tv-kantine, dat was, eigenlijk konden mensen, die konden auditie doen voor Carlo Boshart, god dat is altijd zo'n moeilijk woord jongens, en Elise Schaap, en dan mochten ze iemand imiteren en dan, ja de een was bijvoorbeeld heel goed en de ander eigenlijk gewoon totaal niet. Er mochten er 6 door. Uiteindelijk zijn er geloof ik 7 doorgegaan. En die werden dan helemaal ook in de kleding van degene die hun imiteerde helemaal gehesen. En dan gingen ze nog een keer een scène doen. Ik moet dat stuk nog zien. Want één nadeel vind ik tegenwoordig bij RTL 4 is dat heel veel programma's 1,5 uur duren. Ik moet gewoon heel eerlijk zeggen, ik heb er niet altijd het geduld voor. Kijk, ik wilde gisteravond ook heel graag nog meester Frank Visser, hoe is het nu met kijken. Dat vind ik altijd heel interessant. Dus dat heb ik op 9:30 gewoon op een gegeven moment opgezet. Toen heb ik dat laatste deel van die tv-kantine audities heb ik even opgenomen. Wil ik dan vanavond even kijken voor het Flikken Maastricht komt. Maar ik merk wel sinds dat er een nieuwe directeur is bij RTL dat het allemaal een beetje achteruit is gegaan. Het begon natuurlijk al met GTST, 4 dagen in de week. En ik snapte op zich wel waarom ze dat deden. Want ja, met de corona zware, anders had je nog eerder de zomerstop gehad. Maar ja, inmiddels kunnen ze gewoon weer draaien. Dan denk ik van ja, pak die vrijdagavond gewoon weer lekker terug. Nee, dan moet om 8:00 moet die voice. Moet weer op tv, waar je ook een beetje op een gegeven moment dat een beetje je neus uitkomt. Tenminste bij mij, misschien vinden andere mensen het superleuk. Maar ik heb echt zoiets van, hoeveel van die programma's moet je maken?
Ja, en heel veel programma's duren nu natuurlijk 1,5 uur, wat ik net al zei. Zoals nu ook, Meredith vs. Zuid duurt 1,5 uur, omdat je dan om 10 uur reunion hebt. Nou, dat komt nu op maandag en op dinsdag. En dat merk ik dan ook, dat ze hebben natuurlijk altijd nog een late nieuws item, zeg maar. En dan heb ik soms, dan zie je soms dat ze dan weer een herhaling gaan uitzenden. En dan daarna komt een keer dat nieuws. Dan denk ik van, joh, doe dat nieuws gewoon lekker op de tijd waarop je hem ingepland hebt. Zodat die mensen op een gegeven moment ook lekker naar huis toe kunnen. En doe dan daarna lekker die herhaling. Waar misschien toch weinig mensen naar gaan kijken. Dus dat snap ik allemaal niet zo goed. Maar ja, goed. Gelukkig ben ik geen programmamaker. En heb ik daar niks over te zeggen. Behalve dat ik mijn mening geef. Ik heb weer naar Over Water gekeken. En ook weer heerlijk naar Zonnestad. Mijn foto's die zijn bewerkt, ik moet nog even twee nieuwe maken. Die vond ik te onscherp. Dus dat moet ik nog wel eventjes doen. Ja, en verder was het eigenlijk gewoon een prima avondje. Alleen het slapen was weer eventjes minder. Maar goed, dat is iets waar ik gewoon mee moet leren omgaan. En ja, wat gewoon bij mijn leven hoort. Ik ga zo meteen even een wasje aanzetten. Dan ga ik eventjes stofzuigen, de kattenbakken scheppen en even wat dingen naar boven brengen. Zo'n schoenen die kunnen naar boven, want ik heb nu een week lang geen schoenen nodig. En dan ga ik lekker mijn slaapkamer doen, heerlijk mijn bed verschonen. Ik ben er echt aan toe. Dus ja, even lekker daar ook grote schoonmaak houden. Dus ga jullie bij de slaapkamer erbij zetten. En dan ga ik nu eerst even een wasje doen en stofzuigen en zo. Dus dat is het eigenlijk. Ik ben klaar. Ja, wel lekker. De slaapkamer is weer helemaal schoon. Het viel me eigenlijk mee, het stof onder het bed. Dat pak ik ook elke keer als ik mijn slaapkamer doe wel mee. Ik had het nu geprobeerd ook met de raagpoel, maar er kwam eigenlijk niet zo heel veel van af. Ik heb wel lekker een schoon bed en daar ga ik wel intens van genieten, hoop ik.
Ik heb even die foto's opnieuw gedaan. Net alles opgeruimd. De katten hebben gegeten. Dus wat dat betreft, ik ben nou ook wel een beetje zat, een beetje gaar. Maar ik ben wel blij dat ik dat nu al heb gedaan. Ik ga nog even lekker relaxen. Dan ga ik douchen, koken en om 8:30 een nieuw seizoen van Flikker Maastricht. En daar heb ik onwijs zin in. Want dat is natuurlijk een van mijn lievelingsseries. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Je hebt ook nog een quiz op SBS6. Die wil ik graag gaan kijken om 9:30. Verder moet ik de video nog in elkaar zetten. Dan eventjes die foto's die opnieuw gedaan moesten worden even bewerken. Mijn artikel schrijven en online gooien. De vlog editen en of de vlog, de video editen, inplannen, thumbnail maken. En ik ga over water kijken en weer naar Zonnestad. Dus op zich nog een druk avondje, maar ook wel lekker. Want ik ben nu gewoon echt, ik kan gewoon heel erg genieten nu van die schone slaapkamer. Dus dat vind ik wel heel erg lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik ga eventjes bijkomen. Want het heeft me energie gekost, maar ik ben er wel weer heel blij mee dat het schoon is. Dus lekker begin zo. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 9 januari. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo meteen het tweede gedeelte van de krabpaal doen. Die ga ik eventjes maken. Daar ga ik jullie ook gewoon bij zetten. Dus ik neem jullie mee in dat project en ik laat je zo even zien hoe ik het wil aanpakken. Gisteravond, ja, de start van Flikker Maastricht, die was echt fantastisch. Het was echt super spannend. Ik heb er echt onwijs van genoten. Ik kan niet anders zeggen. Ja, Flikker Maastricht is gewoon mijn serie. En het was heel spectaculair in ieder geval. Daarna heb ik een stukje van die quiz gekeken op SBS6. Maar Iedereen is van de Wereld heette die, geloof ik. Maar ik vond er eigenlijk geen fluit aan. Dus ik heb een stukje van Man bij het Hond maar opgezet. Want dat kan ik dan eventueel deze dagen nog wel even afkijken. Maar dat... Nee, dat, die quiz dat was gewoon niet mijn ding. Ik heb wel weer Over Water gekeken. En de Zonnestad, daar heb ik ook heel erg van genoten. De video is in elkaar gezet en online gekomen. Mijn artikel is online gekomen. Dus wat dat betreft een goede avond. Maar... ja, ik kan nu alweer bijna niet wachten tot volgende week met Flikker Maastricht. Het was zo goed. Ik ga nu eerst even het lijmpistool warm laten worden. Dan ga ik de krabpaal verschuiven en dan neem ik jullie even mee in dat project. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ik heb op zich redelijk geslapen. Was wel heel erg lekker weer in een schoon bed. Ik kan er heel erg van genieten. En dat was het ook eigenlijk wel. Verder niet heel veel bijzonders. Dus ik ga nu even mijn spullen pakken en dan gaan we het traject van de krabpaal doen. Ik wil eigenlijk ook nog even kijken of ik een kapstok kan ophangen, maar ik weet niet of dat allemaal vandaag lukt. Dus moet ik even naar gaan kijken. Eerst maar even spullen pakken voor de krabpaal. Katten hebben gegeten. Ik ben klaar. Laten we beginnen bij de krabpaal. Hij is af. Vind ik hem fantastisch? Nee. Je ziet als je kijkt naar deze, die zit heel strak. En deze zie je best wel wat stukken erdoorheen. Dit kwam toch echt puur dat ik de paal niet los heb gehaald. Maar dat is ook wel weer een leer voor de volgende keer dat ik toch de paal echt los moet halen. Want dan kan ik hem lekker strak doen. Deze vind ik ook niet fantastisch, want ik had niet genoeg touw. Dus ik heb wat van het oude touw, alle lelijke dingen eraf geknipt. Die heb ik er dan alsnog omheen gedaan. Dus ik ben niet tevreden.
Maar goed, het is wel weer een leer voor de volgende keer. Volgende keer ga ik het toch weer anders doen. Deze ellendeling die hangt ook weer. Ik zie al wel dat hij niet helemaal geweldig hangt. Dus het is echt een beetje op hoop van zegen. Dus het is even afwachten. Hij hangt wel stevig, want als ik er aan zit, hij beweegt niet. Oh, ik heb hier nog wat schroeven. Oh, die kunnen wel naar de keuken. Die daar ook morgen op. Hij beweegt verder niet. Hij hangt wel stevig. Dus het is even kijken als ik morgen... Wacht even. De jassen eraan hang en eventueel ook weer de dingen erop zet. De bakken. Kijken wat hij dan doet. Maar goed, die... Dat spul, zeg maar, heeft wel een week gedroogd. Omdat die plug erin heb gedouwd. Dus op zich, ja. Het is gewoon even puur afwachten. Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Maar laat ik hopen dat het dit keer goed is. En anders moet mijn vader maar een keertje helpen. Dan moeten we nieuwe gaten boren. Andere pluggen. Want dit was ook wel een soort van mijn laatste redmiddel. Want ik wist het echt niet meer. Ik heb nog lekker even gebullet journaled. Ik heb nu wel een beetje lichte hoofdpijn. Omdat ik best wel druk ben geweest. Ik had gisteren mijn nagellak eraf gehaald. Nou, je ziet hoe vreselijk mijn nagels eruit zien. Die ga ik straks nog even een schoonmaakbeurtje geven. Maar dat is even heel goed veilig, zodat al die lak eraf is. Vanavond kijk ik, weet ik veel. Daarna 4 handen op 1 buik, die moet ik nog zien. Ik heb sowieso over water en zonnestad. En ik wil alvast een deel van de vlog weer gaan doen. Dat bevalt me toch wel heel erg goed. Dus ja, dat is eigenlijk de planning niet heel bijzonder, maar... Op zich wel lekker. Even douchen straks, eten. Dus ja, al met al ben ik niet helemaal tevreden. Maar ja, er komt toch weer dat stukje perfectionisme bij mij kijken. Dus ja, ik moet even doen met hoe het nu is. En eventjes, ja, net wat ik zeg, die kapstok is echt een beetje op hoop van zegen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik ga even alvast mijn eten uit de vriezer halen en dan... ja, ga ik even lekker relaxen en dan zou ik bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 10 januari. Ik zit weer maar weer eens op de bank. Gezellig bij de was, die nog niet echt droog is. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar weet ik veel. Ik behaalde een beetje. In het begin gaat het dan super lekker. En op het laatst gaat het dan weer echt helemaal mis. Dus dan ben ik weer niet helemaal tevreden. Maar goed, het is maar een spelletje. Na 4 handen op 1 buik even teruggekeken. Toen ben ik de vlog gaan editen. En ik ontdekte dat ik... ik had ook de boodschappen had ik laten zien aan jullie. Alleen dat beeld is op een of andere manier weg. Waardoor het een beetje een rare overloop heeft. Want je hoort mij ineens praten over uien. Nou, wat wil het feit? Ik heb spullen gekocht om morgen goulash te gaan maken. En ik had dus volgesneden uien gekocht. Omdat ik me niet meer wilde wagen aan het zelf snijden van uien. En die geur die is dus best wel intens. En vandaar dat het dus zo rook in die apotheek. Dus dan heb ik dat ook even recht gezet. Ja, misschien dat ik die beelden nog ga vinden, maar ik ben er bang voor. Ik snap er echt helemaal niks van. Ik heb weer over water gekeken en zonnestad. Over water was nu de laatste. Mijn batterij begint te knipperen. Dus ik ga zomaar even verder filmen, denk ik, met mijn telefoon. Dus ja, dat was allemaal wel weer mooi. Ik ga zometeen eventjes stofzuigen, groentes afhalen. Alvast dingen snijden voor de koelas voor morgen. Stickertjes van de ramen halen. En eventjes foto's maken. En even mijn jas ophangen en de kapstok, want hij hangt nog steeds. Dus dat is ook top. Ja, verder eigenlijk niet heel veel te vertellen, want er is niet heel veel gebeurd. Ik heb nog even gezellig gebeld met Nathalie gisteren. Lente, die at nu komkommer, was ook heel schattig, kreeg ik een filmpje van. Ik ga jullie verder nergens bijzetten, maar ik laat jullie wel even de spullen zien die ik ga fotograferen. Maar ik ga nu toch eerst maar even mijn batterij opladen en dan eventjes wat dingen doen. En dan zie ik jullie later. Heel druk geweest inmiddels. Ik heb echt... van alles gedaan. De ramen zijn schoon, de stickers zijn eraf, de groenten zijn gesneden. Dus wat dat betreft heb ik al heel veel gedaan. Ik heb de plinten boven opgeruimd die nog stonden. De kerstspullen zijn op mijn plek. Dus nou, en mijn kapstok hangt hier vol. Dat kan ik jullie straks wel even laten zien. Nu is het tijd voor de fotospullen. Ik heb allereerst een nieuwe trendeditie van Essence. En
Dit is een soort van, ja, hier zit eigenlijk een soort van sterrenbeelden achter. Maar daar ga ik je meer over vertellen. Het is de My Power Is. Ik heb hier een Hydrate and Prime Mist in Air, Water, Fire en Earth. Daarbij horen ook de oogschaduwpaletjes van Ayer, Water, Air moet ik zeggen, Water, Earth en Fire. En daarbij ook nog 4 lipsticks. Dus die ga ik sowieso fotograferen. Dan heb ik deze 2 poeders van Kruidvat. De Glow en de Matte Powder. En als laatste deze Maybelline mascara. En hier ben ik heel benieuwd naar. Want dit is echt zo'n mascara die ik ooit heb gehad. Die ik jaren niet meer heb gebruikt. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik ga de fotospullen klaarzetten. En dan ga ik hier even foto's van maken. En laat ik je straks even zien hoe het nu in de gang hangt met mijn jassen en zo. Zo, hier is hij dan. De kapstok met de spullen eraan. De jassen hangen er weer aan. En de bakken staan er weer op. Ik zou er alleen nog een keer graag een klein bakje naast zetten met de mondkapjes. Maar ja, het hangt stevig. Dus ik ben er blij mee. Alleen in een van die bakken zit een hele grote, heel groot gat aan de bovenkant. Zou ik eigenlijk een keer nieuwe voor moeten kopen. Maar daar zitten dan de opvouwbare tasjes in. En hier sjaals, mutsen, whatever. En dit hangt dan zo. Dus ik ben heel blij dat dat weer hangt. De stickertjes zijn van de ramen. Ik heb zelfs de ramen dan gewassen. Dus kijk, de stickertjes zijn weer weg. Allemaal netjes opgeruimd en ook op het kleine raam. Dus top. Inmiddels heb ik Ajax aangezet, want die speelt zometeen tegen PSV. Dus het wordt wel een spannende wedstrijd. Katten hebben net gegeten. De foto's zijn klaar. Ik ben er echt lang mee bezig geweest. Ik ben echt net pas klaar. Maar goed, geef niet. Ik ruik het. Nou, het ruikt een heel fris geurtje, maar ik kan even niet thuis brengen wat het is. Geef niet. Het was eigenlijk wel een lekker dagje, ondanks toch wel druk geweest, maar toch wel wat dingen kunnen doen, daar was ik wel blij mee. Vanavond, ik kijk doodstil. Daarna wil ik even Witse kijken. Ik moet weer foto's bewerken voor morgen. Ik wil mijn nagels even lakken en... Wat nog meer? Over water, Rex, dat wordt ook mijn avond. Was er verder nog wat? Nee, straks douchen en dan heb ik spare-ribs. Daar heb ik ook wel zin in, want die heb ik echt al heel erg lang niet op. Dus ja, wat dat betreft gewoon een lekkere relaxed avondje. Ik heb wel zin om straks te douchen, ik heb het koud. Maar goed, ik ga nu eerst eventjes kijken naar deze wedstrijd. En dan zou ik bij deze zeggen, ik zie jullie gewoon morgen weer. Want dan kan ik straks ook even nog weer de batterij goed opladen voor de video van morgen. En dan komt dat allemaal wel weer goed. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 11 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb wat nieuwe make-up getest. Lipstick, oogschaduw en een fixing spray. En ik kom net van buiten. Ik had de vuilnis ook weggebracht. Maar ja, daar heb ik het super koud. Want ik vergeet altijd mijn jas aan te trekken. Want ik denk, ach joh, hè, even naar buiten en klaar. Maar dat moet ik niet doen. En toch doe ik het steeds. Maar ik heb wel lekker dikke trui aan. Vandaag op de planning, video opnemen. Dan ga ik koelers maken en daar wil ik jullie dan bij gaan zetten. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Maar ik dacht, misschien vind je het wel leuk hoe ik een beetje de koelers ga maken. Gisteravond, ja, Ajax, ik was in het begin heel teleurgesteld, want we stonden gelijk met 1-0 achter. 0-1 eigenlijk, want we speelden thuis. Gelukkig zijn ze teruggekomen, het is uiteindelijk 2-2 geworden. Was niet fantastisch, maar oké, we staan nog steeds bovenaan, dus dat is goed. Ik heb sperrips gegeten, was heel lekker. Ik had alleen de hele avond door, dus ik heb echt 2 glazen water achterover geklokt en het was nog niet fantastisch. Dat breed ook altijd zo op sperrips. En Muisje ging er met een sperrip vandoor. Die jatten ze van mijn bord af. Dat was ook heel geweldig, maar niet heus. Daarna heb ik een witse gekeken. Ik heb mijn foto's bewerkt voor de video, voor de blogpost. Ik raak helemaal in de war van mezelf. En daarna heb ik Rex gekeken en weer over water. Dus het was wel een heel lekker avondje. Ik heb niet geweldig geslapen, maar goed, dat is... Een beetje standaard bij mij. Ik heb weer een boek uit. Super jammer, super spannend boek. Maar goed. Vanavond weer een nieuwe.
Ik heb mijn nagels gedaan. Dit is een kleurtje van Sally Hansen. Die hebben jullie al wel vaker gezien. Ik kan hem nog wel even erbij pakken voor de mensen die het leuk vinden. Ik heb hier een nagellakje vergeten op te ruimen vannacht. Voor vannacht. Gisteravond toen ik ging slapen. Dus het is echt een wonder dat hij er nog staat. Maar dat is dit kleurtje die ik nu heb aangebracht. En dat is een gel lak. En dit is de 238 Regal Rose. Dus die. Ja, dus dat was verder mijn avond. Ik ga nu even stofzuigen. En dan ga ik de spullen pakken om de video op te nemen. En dan gaan we daarna maar eens eventjes de koelers maken. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen, denk ik zo. Video staat erop. Ik ruim intussen eventjes de product op. En dan ga ik even wat drinken. En dan ga ik de koelers aanzetten, waar ik jullie dus even bij ga zetten. Ik ga al eventjes mijn spul van boven halen voor de tomatenspul, zeg maar. En dan gaan we eventjes de koelers opzetten. Dus ja, dat is wel even een goed idee. Even bij de koelers gaan kijken. Ik heb intussen natuurlijk wel steeds geroerd. Alleen in de gang of in de keuken staat de wasmachine. Ja, dat is altijd een beetje naar geluid. Maar we gaan even kijken hoe het erbij staat. Oh ja, even een pannenlap. Dat gaat helemaal goed. Alleen nog wat bindmiddel, maar dat doe ik voordat ik ga eten. Het ruikt alweer super lekker. En ik ben de champignons niet vergeten. Hele belangrijke. Katten hebben net gegeten. Ik heb het echt onwijs koud. Ja, koud klum. Tot max. Vanavond. Ja, ik heb weer lekker goede tijden. Married at First Sight komt. Ga ik wel kijken. Een stukje van de slechtste chauffeur moet nog terugkijken. Verder. Rex en Overwater. En ik ga mijn blogbericht schrijven. Dus niet echt een hele spectaculaire avond of zo. Ik ben niet zo lekker in mijn buik. Maar ja, dat gaat wel weer over. En ik denk waarschijnlijk heel veel water drinken vanavond. Ik denk dat ik wel dorst ga hebben naar de goulash. Maar het ziet er in ieder geval, het is nu wel veel meer als de vorige keer. Maar dat kwam dus omdat ik de champignons vergeten was. En die zorgen dus ervoor dat ze volzuigen met vocht en dat soort dingen. Ik ben wel even lekker bezig geweest. Nog even lekker
bullet journaled. En nou ja, dat was het dan ook wel even lekker hoor, zo'n rustig dagje. Morgen wordt het weer gewoon volgens aan de schoonmaak. Dus ik vind het voor nu wel even prima. Wasje draait nog en dan moet ik eigenlijk nog even een handwasje doen. Maar dat doe ik misschien morgen of woensdag eventjes. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen. Ga ik eten, de boel opruimen en dan ga ik de bank op. Ja, verder ook niet zo heel veel gebeurd. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 12 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb hier een keer een spijkerbroek uit de kast getrokken, want dat was alweer een tijdje geleden. Ik heb gisteravond die goulash gegeten, maar die viel me een beetje tegen. Het smaakte anders dan normaal. Ik weet niet precies wat het was. Ik heb niks anders gedaan, maar ja, op een of andere manier vond ik het minder lekker als hoe ik er normaal van geniet. Dus dat was wel jammer. Maar ja, kan gebeuren. Ik heb Married at First Sight gekeken. Was heel, heel leuk. Eerste koppel gaat nu trouwen, dus dat zal vanavond zijn. Er zijn nu eigenlijk twee koppels die dan, de andere koppel zal ook wel snel volgen. En nog weer een paar koppels bekendgemaakt die gaan trouwen. Dus was wel leuk, daarna een klein stukje van de slechtste chauffeur gekeken. Maar dat is wel heel erg. Dan denk ik wel van, ik heb dan geen rijbewijs, maar ik denk ik zou beter rijden dan die mensen die daar zitten. Maar goed, ze zitten er natuurlijk ook niet voor niks. Ik heb Rex gekeken, ik heb Over Water gekeken en ik heb gekeken, of nee, dat was het. Ik heb mijn blogbericht geschreven en gepubliceerd, dus dat was allemaal prima. Dus verder eigenlijk niet echt een hele bijzondere avond. Ik ga zo de kattenbakken doen, nu wil ik even mijn was naar boven brengen. Maar ik ga eerst even die bakken doen, want die ruiken wel heel erg, die moeten gewoon echt even gebeuren. Ik ga het daarna de gang doen en de douche en dat is het dan ook wel weer. Ik kan hier misschien nog wat was opruimen, want dat is ook wel nodig. Misschien moet ik dat eerst doen, want dan kan dat ook eventueel gelijk naar boven. Dus dat is eigenlijk voor nu de planning. Ik ga nu eerst eventjes de bakken leeghalen. En mijn kerstster die moet ook weg, want die heeft ook zijn beste tijd gehad. Dus ik ga dat nu even doen. Ik zet jullie bij de douche er wel eventjes bij. En dan is het tijd om eventjes wat te gaan doen. Die kreeg net ook een heel schattig filmpje van Lente. Die was water aan het drinken uit een flesje. Tijdbekertje. Maar echt, het gaat zo snel. Ik heb gisteren nog even met Lente gevideobeld en met mijn moeder. Lente gaf kusjes via de telefoon. Ze doet haar mondje open. Dan trekt ze die telefoon helemaal naar zich toe. En dan gaat ze echt heel zo dichtbij. Super schattig. Maar ze was een beetje aan het klieren. Dus ja, dat is wel super lief. Ik ga nu eventjes wat doen. Want het gebeurt helaas niet vanzelf. Ik ben een beetje mijn stem kwijt. Ik heb ook niet heel geweldig geslapen. Ik was heel erg moe, maar goed, het komt wel weer goed. Is klaar en ik had gisteren nog even een keukenkastje schoongemaakt, die van de pannen. Ik wilde hem herinrichten
delen, want ik was niet tevreden. Het ziet er nu zo uit. Ik heb er ook gelijk nieuwe kranten in gedaan, maar ik vind het nog steeds niet perfect. Hij filmt het niet echt lekker, omdat ik niet heel veel ruimte heb, maar het is even zoals het is. En ik heb straks nog even dit kastje helemaal schoongemaakt en even alles netjes erin gezet, nieuwe kranten erin. Dus dat staat voor nu ook wel weer even oké. Maar mijn keukenkastjes zijn gewoon niet super groot. Dus het is een beetje moeilijk om in te delen. Ik ben nu echt zat. Ik heb trouwens een ander shirt aangetrokken, want ik had het met het vest heel erg warm. Douche is klaar, gang is klaar. Katten hebben weer nieuwe brokken, want ze hadden alleen nog maar kleine brokjes en tergetjes gisteravond de boel er allemaal weer aan het uithalen. Dus dat heb ik gedaan. En nu ben ik gewoon echt helemaal op. Ik ga nog even lekker relaxen. Ik ga straks douchen, dan ga ik koken. Persconferentie vanavond ga ik even kijken. Verder heb ik Marriage at First Sight. Dan neem ik eventjes Man bij het Hond op en ook Vier Handen op één Buik. Ik kijk Rex en ik kijk Over Water. Ik ga de vlog afmaken en ik probeer nog eventjes ook mijn foto's te bewerken. Dus dat wordt verder ook mijn avond. Maar zometeen eerst even lekker relaxen. Mijn rug die voelt niet meer goed. Het is allemaal echt drama. Ik heb wel alles. Ik vind altijd wel weer een heel vaag gevoel als alles schoon is. Maar dan heb ik toch net iets te veel gedaan voor wat eigenlijk nodig was. De was ligt helemaal in de kast. Ik heb zelfs een handwasje gedraaid met nieuwe kleding. Die hangt nu ook aan de lijn. En dat was allemaal best wel veel werk. Want ik moest met de volle wasmand naar boven. Dat was best wel zwaar. Maar ik heb het uiteindelijk allemaal gered. Dus ja, verder heb ik ook niet heel veel meer te melden. Ik ga bij deze dan ook gewoon de weekvlog afsluiten. Want ik ben nu echt gesloopt. Ik hoop in ieder geval dat je het weer heel erg leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. En daar kun je op de rode button klikken. En daarna staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop ook dat je het leuk vond. En als je het leuk vond, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan hoop ik je gewoon mijn volgende video weer te zien. Doeg!